Ik wil graag het woord geven aan Meek Becker van de Gelderland Bibliotheek. En zij verzorgt het onderdeel Tastbaar Verleden. Ze presenteert een uniek 17e eeuws armsdocument. Meek Becker. Ja, zo, en daarom heet hij dus nog steeds Vondst. Omdat ik dacht dat we een vondst zouden moeten presenteren. Goed plaatje van de Gelderland Bibliotheek van iets wat wij in onze collectie hebben. Ik hoop natuurlijk dat u allemaal de Gelderland Bibliotheek kent. Alleen ik weet uit ervaring dat wij een zeer onbekende afdeling zijn van de bibliotheek. Dus ik begin met heel snel een paar slides te laten zien waar u de Gelderland Bibliotheek kunt vinden. U kunt hem ondertussen lezen. We zijn dus een afdeling van een instelling die we hier in de zaal allemaal kennen onder de gewone naam de bibliotheek. En niet onder die die daar staat. Naast dat wij een afdeling zijn van de bibliotheek, maken wij ook vaak zelfstandig deel uit van het Gelders netwerk erfgoed. En treden dan ook vaak zelfstandig naar buiten en dat is natuurlijk verwaard. Gelderland Bibliotheek heeft een heleboel collectieonderdelen. Daar staat hier een rijtje van. Maar ik zoom meteen in daaronder, hè, naar het oud bezit. Want daar gaat het vandaag over. Als u hier iets leuks tussen ziet waar u meer van wilt weten, schiet mij aan of kom langs. Oud bezit. Heeft de bibliotheek dan oud bezit? Ja, de bibliotheek heeft heel veel oud bezit. Dat komt allemaal hier vandaan. En daar ziet u al Prodessen staan. Die noem ik wel even apart. De rest noem ik even niet. Omdat Prodessen ook een van de grote initiatiefnemers is van het ontstaan destijds 1853 van onze bibliotheek. Die andere collecties, daar kunt u uit afleiden, denk ik, dat wij zo ontzettend veel oud bezit beheren. En dat wat dus sinds een paar jaar is ondergebracht. Het plaatje... dat plaatje is een plaatje uit ons beroemdste getijdenboek. Goed, een onderdeel, we zijn hier tenslotte in de historische herberg Arnhem, een onderdeel van Arnhem, wat meer Arnhemse lading heeft, is dit stuk. Daar ziet u een stel Arnhemse drukjes, inmiddels staan ze beter hoor, meer op formaatplaatsing om ze recht te doen. Drukkers, uitgevers, boekhandelaren, die staan in één adem genoemd, omdat dat in de tijd tot 1800 ook heel vaak, niet altijd, heel vaak in één persoon verenigd was. Stelt u zich er iets bij voor als een naaiatelier. He, achter zat je te werken, voor verkocht je wat je had gemaakt. In Arnhem komen de eerste boekdrukkers eigenlijk ruim 100 jaar na de uitvinding van de boekdrukkunst pas. En dat is ontzettend laat. De boekdrukkunst heeft een enorme snelle vlucht genomen in Europa. En Arnhem heeft daar dus pas heel laat aan meegedaan. Veel vroeger zijn Deventer en Zwolle. Daar wordt wel eens een link gelegd naar de al eerder genoemde moderne devotie, maar goed, dat laat ik even midden. Nijmegen bijvoorbeeld, geen moderne devotie, wel een grote drukkerstraditie. Een van de grootste drukkers uit die beginperiode is Jan Jans, ook wel Janssonius genoemd. We hebben daar ook heel veel van in onze collectie. En die pakt het wel meteen dan toch, ook al komt hij laat, groots aan, want dat is iemand die ook heel erg bekend was op de Frankfurter Boegmessen. Hij maakte heel veel voor de internationale markt. Die Boegmessen, die kennen we ook nog steeds, dat is dus een beurs met een hele lange geschiedenis. De zoon van Jan Jans trouwt met een dochter van de misschien hier ook bekende Amsterdammer Hondius. En dan kunt u hem meteen ook plaatsen, gaat daar naartoe, gaat daar verder, prachtige drukwerken gemaakt. De dochter van Jan Jans moet ook aan de man. En die trouwt met Jacob van Biezen. En daar gaan we dan nu op inzoomen. Van Jacob van Biezen. Dat is een knecht aanvankelijk van Jan Jans. En die heeft onder andere ook een vestiging in Amsterdam. Van Jan Jans is een keer, daar wordt hij in genoemd. Hij heeft in Keulen gewerkt. Maar hij neemt uiteindelijk, als Jan Jans overlijdt, de drukkerij in de Turfstraat van Jan Jans over. Van Biezen werkt dan in Arnhem tot zijn dood in 1677. Voor zover bekend maakt hij 114 druksels, drukwerken. Dat kan iets heel onbenulligs zijn, gelegenheidsdrukwerk, pamfletjes, tot enorm grote boekwerken. Die plaat waarmee mijn presentatie begon, hij heeft nu maar kort gestaan, omdat we even moeite hadden de PowerPoint te vinden. Maar u heeft hem misschien wel gezien en herkend, hè, die mooie plaat van het plattegrond van Arnhem met daarboven dat silhouet van Arnhem, komt uit een boek dat door Van Biezen is gedrukt. De 14 boeken van de Gelderse geschiedenis van Frans Lichthorst, bijvoorbeeld. Van die 114 bekende dingen zijn er in de Gelderland Bibliotheek 53. En van die 53 zijn er 22 uniek. Daarin zijn wij dus nog de enige beherende instelling
die dat heeft. Ik baseer me bij al die getalletjes op een artikel van Bert Tissen, dat in een van de boeken heeft gestaan, die het nog weer eens uitputtend heeft gezocht naar alle drukwerken van Jacob van Biezen. En ik ken Bert als een zeer nauwkeurig historicus en archivaris, dus ik ga dat absoluut niet overdoen. Een van de plaatsen hier is een drukkerskenmerk van Biezen. Waar gaat die vondst nou over? Want u kunt zich inmiddels voorstellen dat dat dus iets van Biezen moet zijn. Ja, en dat is het dus. Dit ding ziet er al niet zo heel mooi uit. Oké, het wordt nog erger. Het is nog minder. Ik leg heel even de microfoon neer, want anders lukt het me niet. Oh, lieftallige assistentie. Yes. Dit is het. Het is een pamfletje, een vodje, bij wijze van. Maar wel een uniek vodje. Ik ga even vertellen wat het is. Dan gaan we ook weer naar de volgende slide, om het nog iets duidelijker te maken. Oh jee, die had natuurlijk niet anders moeten. Nou, namen. Verhaal, dat kunt u waarschijnlijk allemaal wel lezen. Het is een verhaal, wat gaat inderdaad, ik hoor het hier al roepen, Fune. Wat gaat om een bloedig slag op het eiland Fune. En het is eigenlijk iets wat je, als het nu vandaag geschreven zou zijn, zou zeggen dat is van de oorlogscorrespondent ter plekke. Er wordt gepraat over hoeveel schepen deelnamen, hoeveel geschut, hoeveel vaandels en hoeveel standaarden buit zijn gemaakt van de Zweden. En het is dus eigenlijk een voetgrube voor een maritiem historicus of militair geïnteresseerde. Ik ga naar de volgende slide, want u zegt misschien, ja, oorlog Fune, kan mij het schelen, zeg. Misschien zegt die persoon nu iets. Dat is toch een vrij bekende Nederlander. Michiel Adriaanszoon, de Ruiter. Die was daar namelijk. Er waren er overigens nog veel meer van grote namen, hoor. Op Dam heb ik gelezen. En er zijn nog meer geweest die slag op Fune mee hebben gemaakt. Want dat was namelijk voor de Nederlandse geschiedenis, of de geschiedenis van de Republiek, kun je dan natuurlijk in die tijd beter zeggen. We spreken 1659. Een vrij belangrijk slag. Het ging om de Sond. De Zweden hadden toen het huidige Zweden en het huidige Finland, zeg maar even als grondgebied, probeerden de oversteek te maken naar de andere kant. Probeerden land te veroveren in, zeg nou maar, het huidige Denemarken. Hè? Om het allemaal gewoon begrijpelijk te houden, want er zijn ook heel veel andere namen dan. En dat lukte, want we leven dan ook in de kleine ijstijd, misschien nu weer, maar toen ook. En ze konden via het ijs heel snel een heleboel eilanden buitmaken, zou ik maar zeggen. En daarmee hadden ze heerschappij over de Sond. En de Sond was voor ons van enorm belang, want daar ging over onze moedernegotie, oftewel de handel op de Oostzee. En die handel op de Oostzee is de basis van de welvaart van de Republiek. De VOC en de West-Indië Compagnie zijn natuurlijk ook leuke handelingen geweest, maar de basis ligt toch echt op die moedernegotie, waar ontzettend veel graan vandaan gehaald werd, meer dan voor de bewoners van Holland. Dus misschien hebben we hier in Arnhem ook nog wel broden van graan uit Oost gegeten. En dat was het belang waarom Holland en Zeeland dus met flink materieel uitgingen varen om die Sond weer veilig te stellen. Daarbij kwam dan nog dat ze net met Denemarken een heel aantrekkelijk contract hadden, dat ze vrij goedkoop door die Sond konden varen op en neer. En ja, als de Zweden alleen heerschappij zouden hebben, zou dat natuurlijk nooit meer lukken. Nou goed, zoals het Michiel eruit betaamt, er werd gewonnen.